Natuurlijk gaan we in principe altijd uit van het goede en het oprechte in de mens. Dus als iemand een verklaring wenst af te leggen omtrent een snelheidsovertreding, dan kan dat. Het zal ook vast niet voor niets zijn dat de bestuurder voor ons niet alleen 35 kilometer boven de toegestane maximumsnelheid rijdt, maar er vervolgens ook nog een schepje bovenop doet. De bestuurder wordt erop natuurlijk wel aangesproken. 35 gemiddeld. Op 11.00. Meneer, ik ga u wat vertellen. We hebben op de N208, de westelijke randweg, een tijdje 8 uur gezeten. En wel 1195 meter om precies te zijn. En daar hebben wij een gemiddelde snelheid van u gemeten over die afstand van 135. En daar krijgt u, trekken we de 4 af, dat is de wettelijke korting. Dan komen we op 131 kilometer uit. En daar krijgt u van mij een procesverbaal voor. Ja, hij heeft helemaal gelijk. Ik heb, ik weet niet of u geïnteresseerd bent in de achtergrond. U mag straks een verklaring afleggen. Ik doe de deur even ietsje dicht. Ik ben tandarts. Ik werd net geconfronteerd door mijn vrouw met 2 belletjes. Och, en mijn schoonvader is in het ziekenhuis opgenomen. En mijn schoonzus. Of ik meteen naar huis wil komen. Dus ja. Ik zit nogal een beetje gehaast. U heeft helemaal gelijk. Ik moet behouden aan maximale snelheid. Dus dat is helemaal geen excuus. Ik ga ook geen smoes ophangen, geen verhaal ophangen. Maar u mag ook meerijden. Dan kunt u checken of het Nee, dat doe ik niet. Ik schrijf dat wel op als verklaring. Ja. En terwijl de politieman schrijft, heeft de bestuurder contact met het thuisfront. Ik sta in de Wustelaan met meneer agent naast me. Ik heb natuurlijk, omdat ik snel thuis wilde zijn, te hard gereden. Dus ik ben wat later. Hij is nu een bonnetje aan het uitschrijven, dus dan kom ik naar huis. Dus ik denk dat ik met een minuutje of 7 thuis ben. Ja, ik heb gezegd tegen meneer agent wat aan de hand is, maar hij moet ook zijn werk doen. Ik ben zo snel mogelijk bij je. Ja, goed, ik wil hem wel aan jou geven, maar daar heeft meneer agent ook weinig aan. Dus hij moet het even afhandelen, ik ben zo snel mogelijk bij je. Nou, ik vind het goed als ik even doorschakel met mijn vrouw? Nee, je hoeft niet te spreken. Want... Ja, meneer agent wil jou niet spreken, maar goed, ik heb meneer uitgelegd de ernst van de zaak. Dus ik hoop dat hij ook, laat zien dat hij ook een mens is. Maar goed, dat zal ik zo met hem even bespreken. Ik zie je zo. Even de laatste woorden die wij net hoorden. We hopen dat hij laat zien dat hij mens is. Daarmee bedoelde hij volgens mij dat ik geen bekeuring krijg omdat ik zo zielig ben. Ja, die indruk wekte hij wel op mij. Door even dat op te merken van, laat even je gevoel spreken. Ja. Ik ben wel politieman, maar er zijn ook, mijn verklaring is dusdanig aanleiding dat je zegt van strijd maar over je hart. Hè? Ja. En dan geen bekeuring, want dat was misschien wel de strekking van zijn verhaal. Dat geloof ik wel, ja. Het zal wel iets vaker gebeuren dan deze ene keer, hè? Dat je dat... Nee, we maken er dagelijks vele malen mee. Maar we zijn er ook heel bij. Die leggen een verklaring af, die kun je smoes noemen. Maar voor ons is het natuurlijk een verklaring. Ja. En die hebben een verhaal, dat doet soms wel minuten en dan weten ze uiteindelijk niet meer wat ze zelf gezegd hebben. En dan moeten wij ook wel eens lachen natuurlijk. Ja. En dan, in dit geval? In dit geval, de meneer die verklaart dat... Hij haast had zijn vrouw op moest halen en dat hij naar het ziekenhuis moest, elders, want hij moest nog een eind rijden. Ik heb die bekeuring uitgeschreven omdat ik vond dat hij hem ondanks dat verdiende. Ja, waarom nu wel? Ja, de urgentie was bij mij niet zodanig als dat we net besproken hebben. Ja, en hoe bepaal je nou of iets werkelijk urgent is of niet? Dat is toch grotendeels een kwestie van perceptie, van persoonlijke inschatting. Als je ergens persoonlijk, emotioneel bij betrokken bent, dan ziet het er anders uit dan voor iemand die er zakelijk en van een afstand naar kijkt. Laten we eens zakelijk kijken naar de rijstijl van de bestuurder voor ons. Dat hij de maximumsnelheid overschrijdt is duidelijk. Hij trapt het gas diep in. De eerste gemiddelde meting komt uit op 151 km per uur. Toegestaan is hier 70, dus we zitten er nu al 81 km overheen. Ook als het volgende verkeerslicht groen wordt, gaat de bestuurder er vol gas vandoor. Vanaf hier is het maximaal toegestane 100 km per uur. Maar ook daar zit de bestuurder al snel ver overheen. Ja, 160.
160. We gaan richting de 200 km per uur. 80. Alles zelf even. 70. 200. De bestuurder heeft het gaspedaal tot op de bodem ingetrapt en houdt het daar. 206. 211. 215. 221. 223. 222. 226. 225. Levensgevaarlijk, zouden sommigen van u nu misschien zeggen. Oké, hier stoppen we even om te kijken wat er aan deze situatie nou precies gevaarlijk is. De snelheidsmeter staat op bijna 230 geëikte kilometers per uur, dat wel. Op zijn klokje zal de bestuurder nu misschien wel 245 hebben staan. Maar buiten die snelheid is er raar genoeg niets aan de hand. Kijk, geen tegenliggers, er zijn hier gescheiden rijbanen. Geen zijwegen, geen overig verkeer, behalve een volgende cameraauto. Tot zover dus eigenlijk weinig onveiligs aan te wijzen. Maar dan laat de bestuurder zien dat hij toch niet over voldoende kennis en kunde beschikt om met een dergelijke snelheid te rijden. Want als er een gevaarlijke situatie nadert, rijdt hij met nagenoeg onverminderde snelheid door. 200 gemiddeld. 200 gemiddeld. Ja. 200 kilometer. Ja, kijk, en bijna een aanrijding. De bestuurder heeft dus niet zoveel inzicht dat hij zijn snelheid goed weet aan te passen op de verkeerssituatie. En dan wordt het dus wel degelijk gevaarlijk. 2865. Moet weten. Uiteraard gaat de auto zo snel mogelijk naar de kant. Hij moet overzien. Ja, ik word je maar een bosje omhoog van volgen. Dag meneer. Goedenavond. Goedenavond. Mijn naam is Vermeulen. Ik ben van het verkeershandhavingsteam Kennemerland. Wij hebben u gevolgd met deze videoauto. Ja. En u reed echt op uw top 230. Oh ja, ik heb wel hard gereden, dat klopt. Ja, ik ga u zo wat vragen stellen, hoeft u geen antwoord op te geven. Nou, ik wil best maar, ik heb het een en ander te noteren en we hebben alles op de film. Op beeld, dus we kunnen dat straks ook nog even nakijken als u het wil. We hebben u gevolgd over een afstand voor een bepaalde kruising. Ja. Want die kruising ging toen het licht van rood op groen. En toen gaf u gas bij. Tot die tijd reed u over een afstand van 1582, 151 kilometer. Ja. En daarna begon het over die kruising. Ja. Hebben we u op 2835 meter geklokt met een gemiddelde van 200. Ja. Terwijl u daartussendoor echt op uw top reed 230. Ja. Betekent dat we de auto in beslag nemen en uw rijbewijs ingevorderen. En daar gaan we nu mee beginnen. Ik wil graag van u het rijbewijs. Dat heb ik niet waar. Wat heeft u nu bij? Ik ben over kop weggeroepen, mijn dochtertje is ziek. Ja. Ik moet naar Sasa, mijn dochtertje. Oké, maar dan mag u wat mij betreft uitstappen en de sleutel van de auto mij overhandigen nu. Nou, nee, want ik wil nu naar mijn dochtertje toe. Nee, u moet die sleutel overhandigen. Nou, ik ga niet mijn sleutel overhandigen. De auto is in beslag. Ja, dat kan me niet schelen, maar ik wil niet meer bij. De auto is nu in beslag. Ja, oké, maar mijn dochtertje is ziek. Dan mag u uitstappen. Stapt u maar even uit. Niet wegrijden, ik waarschuw u. Ik rij niet weg. Oké, stapt u maar even uit. Stap je maar even uit, kom maar. Het gesprek dat een zeer rustig begin kende, slaat nu om. Aan de politieman de taak om het geheel niet te laten escaleren. Wij nemen u zo dan mee met de auto. Ja. Met onze auto. Dat gaan we allemaal regelen, want deze auto is nu in beslag genomen. Daar mag u niet meer mee rijden. U mag de spullen uithalen die u direct nodig hebt. Niks nodig? Nee. Oké, dan gaan we even daar staan. Kom weer hier. We besluiten de bestuurder af te zetten op het adres waar zijn zieke kind moet verblijven. Uw rijbewijs is thuis? Mijn rijbewijs is thuis, ja. U moet naar huis. En woont u hier vlakbij? Nee, ik moet nu naar mijn dochter toe. Ja? En dat is op een andere locatie dan het rijbewijs? Dat is in Zassheim, ja. Dat is op een andere locatie. Dus daar wil ik liever nu eerst even naartoe. Want anders stap ik zo naar en rijd ik zo weg. En dan interesseert het me niet wat er gebeurt. Maar dan rijd ik zo weg. Een knappe jongen die me dan tegenhaalt. Dus ja, sorry, maar normaal gesproken rijd ik nooit hard. Ja, maar het is heel toevallig dat jullie nu erachter zitten. Mijn collega moet nu bezig, dus die gaat bepalen wat er gaat. Nou ja, goed, oké, maar ik bedoel. Kijk, we moeten luisteren. Wij moeten wat formaliteit ophandelen. Ja, dat zal allemaal wel. Dat goed. De BMW heb ik officieel in beslag genomen. Ja? Ik ben daarnaast ook een hulpofficier justitie, dus ik kan dat beslissen. Ja, nou ja, goed, dat vind ik allemaal prima. We kunnen even naar Sassheim rijden, hem daar even naar zijn dochtertje brengen. Dan handelen we die formaliteiten morgen af, want hij moet sowieso zijn rijbewijs komen laten zien. En zo gebeurde het ook. Maar hoe bepaal je als politieman nou op zo'n moment hoe je met een dergelijke situatie omgaat?
Deze man die was qua kleding al zodanig gekleed dat je echt kon zeggen van nou, die heeft heel snel wat aangetrokken. En die is heel snel in zijn auto gestapt. En ja, die reed wel echt heel hard. Kijk je daarna? Ik let er sowieso op hoe de mensen eruit zien, want dat bevestigt een beetje het verhaal wat ze vertellen. Maar nou wat anders. Hij reed 200 gemiddeld, 230 wat dat was? Hij had een top van 230 en hij kwam op 200 gemiddeld uit, ja. Hier kwam hij niet meer weg? Nee, die grens hebben we duidelijk gemaakt en we hebben ook gezegd, we maken procesverbalen. We hebben zijn rijbewijs ingevorderd en we hebben zijn auto in beslag genomen. Klats, boom. Gelet op de ernst van het feit, want onderweg gebeurde er bijna een aanrijding. Ja. En waar wij tijdens de achtervolging behoorlijk van schrokken. Wij zagen hem zodanig hard aankomen en er was een onschuldige bestuurder die helemaal niet in de gaten had dat daar in de verte mijn auto aan kwam met zodanig snelheid. Nee. Die man die sorteert gewoon volgens de regels met de normale snelheid naar links voor om uit te voegen. Ja. Nou, daar ging hij bijna dwars doorheen, althans die indruk wekte hij op ons. Moet je niet aan denken, hè? Nee, dat had een zeer ernstige aanrijding geworden, dat weet ik zeker. Op een gegeven moment begint hij toch een beetje bozig te doen. Van ja, jullie kunnen me nou met die auto in beslag nemen, maar ik ga naar mijn dochtertje toe, wat er ook gebeurt. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou, je bent aangehouden, frommelen je in de auto en je gaat mee naar het bureau, want wij maken wel uit wat er gebeurt. Of je kunt je soepel opstellen. Waarom hebben jullie voor dat tweede gekozen? Ik heb gekozen voor gezien hoe die eruit, hoe die gekleed was, hoe die reageerde. Hij stopte wel en hij stond ons gewoon normaal te woord totdat we zeiden dat hij de auto beslag nam. Want hij wilde zo snel mogelijk naar de plaats verderop waar zijn vriendin met dat zieke babytje was. Is dat geverifieerd, dat verhaal? Ja. En? Ja. Klopt inderdaad, die baby had koorts, hoge koorts. Ja. Voor hem de eerste keer dat hij dat meemaakte. Nou, als je al ouders van kinderen bent, dan ben je er een beetje aan gewend. Want kinderen hebben we nog wel eens koorts. Wij schrikken daar niet meer van, maar voor hem was het de eerste keer en hij was echt helemaal in paniek. De volgende ochtend was hij keurig op tijd. 10 uur was hij aan het bureau hier. En heb ik het rijbewijs van hem in ontvangst genomen. Nou, de nodige papieren afgehandeld. Hoe was hij? Hoe deed hij? Hij was heel rustig, heel medewerkend. Hij verexcuseerde zich van A tot Z over zijn rijgedrag. En ook over het feit, hij schaamde zich een beetje dat het kind niet zodanig ziek was als dat hij eigenlijk op dat moment had de indruk had gewekt. Ja, koorts, na een paar uur zakte koorts meestal wel, of niet, dat weet je niet. Maar in dit geval is het goed afgelopen.